Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verhuisshop Schagen en Vema Autoverhuur. Alles voor een zorgeloze verhuizing. We zitten alweer over de helft van januari, maar toch wensen we elkaar nog steeds een gelukkig nieuwjaar. Maar tot hoe lang kan dat eigenlijk? Wij van Straatpraat vragen het op de markt in Schagen. Tot 6 januari, als het goed is. Ik weet niet of daar echt een datum voor staat. Van mij mag het het heel jaar, hoor. Nou, laten we houden op half januari. En een beetje eigen inzicht, denk ik. Nou ja, gelukkig nieuwjaar. Maar voor mij de hele maand nog. Iedere dag? Ja, volgens mij 15 januari, maar ik weet het niet zeker. Ik doe het nooit speciaal. Ik wens iedere, als ik iemand zie, wens ik ze het allerbeste. Voor mij mag het nu ook nog, hoor. Ik dacht tot 14 januari. 2 weken na nieuwjaar. Nou, voor mij het hele jaar door, hoor. 10 januari vind ik toch wel een mooie datum. Oh, dat is een discussie, ja. Ik was blij dat ik 2 januari vrij was. Dus toen dacht ik 3 januari, ik ken het nog wel. Maar als het 8 januari is en de al dat gezoen, dan ben ik het wel een beetje zat. De gangbare zin is eigenlijk een week. Dan is het inderdaad wel over. Kijk, het hele jaar weer het goed hebben. Maar gelukkig nieuwjaarwens is er niet. Want de voorbegin is ook allemaal alleen. Van prettig nieuwjaar en gelukkig nieuwjaar. Dus stoppen. Nou, je mag eigenlijk altijd mensen wel een gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, als ze toch een slechte tijd achter de rug hebben. Ja. Nou, dan mag je nog steeds wensen dat de rest van hun jaar wel gelukkig is. Da,